Het was mijn partij van gisteren tegen Yasser Sayrabhan, dus een competitiepartij. En Yasser Sayrabhan, dat is een van de oude schakelgrenders, heeft meegedaan aan de wereldtop. Bij de top 10 of zo van de wereld, geloof ik. Het was heel leuk om tegen hem te spelen en de partij is ook best interessant en daar wil ik hem ook nu even laten zien. Ik was wit. Was Karo Kam. Ik ga even snel door de opening heen, want de dynamiek, het thema gevoelige, dat komt eigenlijk later in de partij pas. D5. Paard C8. Ziet er een beetje raar uit, maar het is om ruimte te maken voor de loop, om de ontwikkeling af te maken. Wie speelt welke kleur? Ik ben wit. Tegen zijn paard B3, lamp E7, lamp E3, wordt op elkaar, C3. Ja, goed, we hebben allebei normale zetten gedaan, dit ging er redelijk snel doorheen. Ik ken de theorie niet, maar het is gewoon redelijk makkelijk speelbaar te spelen. Stelling, je ontwikkelt je stukken, ik heb iets meer ruimte voordeel, maar zwart heeft. Ja, staat gewoon zo solide dat hij niet daar nadeel van heeft. En nou begint een beetje de complicaties. Hij speelde paard CB6. Nu zie je ook dat de ontwikkeling, het is een beetje raar, paard G8, E7, C8, B6. Maar nu zie je toch, het staat allemaal heel mooi, het staat gecoördineerd, iedereen doet zijn werk bij zwart. Dus de opening is redelijk geslaagd voor zwart. Volgens mij is dat wit die loper eigenlijk lijkt wel tegen de loper van zwart? Met loper D3 bedoel je? Ja. Oh, dat is een andere variant. Ja. Moest betekende wel dat hij nog een kwaliteit er tegenaan is, of als hij dit stuk zou geven. F3. Het idee is F3, ja. Maar eerst moet G6 gedekt worden. Anders is het gewoon heel erg vervelend. Paard E4 of zo? Sorry, paard E4? Ja. Bijvoorbeeld. Nu heb ik wel de keuze om F3 te spelen eventueel en dan alsnog op G6 te slaan. En gewoon dat stootje daar te negeren. Ja, ik denk dat ik dat gewoon doe trouwens. Paard F5 misschien. Paard F5, dat is wat hij speelde in de partij. En maar daarmee is F3 niet. Dit is waarschijnlijk wel de beste set, hoor. Maar ik zoek eigenlijk naar iets anders nog. Niet op deze pion gaan pakken, maar echt puur de aanval, zeg maar. Dame H7. Ja, dame H7. Met het idee dat ik naar dame A4. En dan komt die F3. Mm-hmm. F3. Ja. Ik sla met de lopen. Torque. Zeker. Koning G7. Ja. En dan heb je alweer heel vervelend dreiging. Het is wel te verdedigen voor wit, hoor. Maar ik had eerlijk gezegd niet het idee dat ik. Waarom koning G7? Waarom niet gelijk dame H3? Dame H3? Wat kost mijn tijd? Met het idee paard F5 en paard H4. Ja, ook met het idee van als je eerst koning G7 toren H8 speelt, dan kan je eventueel misschien een G2 of zo. Naar koning G2 kan je voorkomen hiermee. Ja. Zet wat vaster. Ja. Dat is niet helemaal waar, want als je koning G7 doet, koning G2, toren H8, kun je alsnog dame H3 spelen. Oké. Okay. Nou, dan kan ik wel even mijn toren op H1 zetten. Dat is waar. Ik weet niet of je dat graag wilt. Nee, hij staat er ook niet echt heel fijn bij. Waarschijnlijk verlies je al. Probeer het overleven. Waarschijnlijk verlies je misschien al direct. Ja, dat is ook niet alles. Het ziet er niet fijn uit. Het is, ik kan wel eventjes de oplossing laten zien, maar dit had heel veel problemen voor me opgeleverd. Ik was in tijdnood en als je dan moet verdedigen, dat is altijd veel lastiger.
En zo heeft hij tenminste nog wat kansen. Ik moet heel nauwkeurig spelen. Hè? En dat is, doe je door middel van toren FD1. Heel vaak heb je naar paard of 5 dat deze nog aan, zeg maar. Dus dan daarom ga je naar D1 en niet naar E1 of zo. En dan doe je die. En nou loop je weg. In de analyse had wel leeggekeken naar toren FE1 en toren FC1. En ja, dat verloor allebei. Maar toren FD1, dat houdt dus D4 gedekt en daarmee win je uiteindelijk. Maar ik had dus toren FD1 niet gezien tijdens de analyse en hij ook niet. Dus dat geeft maar aan hoe praktisch deze kans was. Dat had je met de computer? Neem ik aan dat gevonden. FD1 had ik met de computer even gevonden. En welk programma gebruik je? Ik had Frits gebruikt, maar ik gebruik liever Fire. Of, kennen jullie Fire? Firebird? Firebird, ja. Die kan je ook gebruiken, ja. Ja, Fire is volgens mij de verbeterde versie van Firebird. Is die beter als Ripka dan? Ja. Zo. Houdini, ja. Maar maakt het überhaupt nou met die programma's naar uit Frits, Ripka of als jij Fire? Dus je dacht, denk ik persoonlijk weinig verschil. Die vinden we allemaal die zin. Klopt, klopt. Frits, ik heb Frits 9 gebruikt en je merkt wel, die is een stuk langzamer dan Fire. Maar dus niet meer dan dat. Ja. Ze vinden uiteindelijk allemaal wel dezelfde zin. Ja. Het is gratis, hè? Maar ik heb het wel even zien, want ik denk dat Mengering toeren E1 heeft gespeeld. Ja, dat denk ik ook, ja. Naar toeren H8. Ja. Is het idee. En D1. Met het idee paard B3 en dan solide staan, zeg maar. Maar eigenlijk, je mist nog steeds een toren erbij. Als deze erbij komt, dan staat wit gewonnen. Maar volgens mij is het zwart nu al op H3. Het idee paard of 5 en paard of 4. Bijvoorbeeld, ik doe iets als dame E2 is dus makkelijk 2 helaas. Maar dame D3. En nou voor paard of 5. Ik zie niet hoe je het kan verdedigen in ieder geval. Paard van 4 is een hele vervelende rij. Dat kan ook. Zo had het kunnen gaan. En dan had hij de SLS-prijs gekregen. Het is altijd mooi als je een toren offer doet, zeg maar. Dat vinden ze altijd, ook bij de KNSB altijd wel mooi. Ook al is het niet correct. Even kijken. Maar goed, dit deed hij niet. En na dame C2. Hij deed paard F5. Nou, wat jij zei dus. En sloeg ik op A4, paard maal D4. En hier deed ik dame D4. Goed, ik sta dus een stuk voor tegen twee pionnen. En goed, we kwamen allebei in tijdnood terecht en hij begon wat fouten te maken. Paard maal E2 is nog normaal, dat is goed. Anders kan ik een heel mooi stuk krijgen hier op G4. Dat verdedigt allerlei velden naar F3, G3. Dan heb ik toch wel weer mooie velden te pakken en een paard B3. Ja. Die loper is heel vervelend, dus daarom sloeg hij hem eraf. Kan je maar F3 spelen? Dat kan, dat is natuurlijk een idee. Het probleem is dat na F3 je dame op D4 doet. Ja. En dan wordt zwart gedwongen op E2 te slaan en dan heb je de koningsstoot op D4 verzwakt, zeg maar. Ja. Ja. Dus dat is helaas niet goed. Ja, het zou wel een ander verhaal zijn als hij F3 wel zou werken. Dan krijgt hij weer tegenspel en dan is het weer moeilijk voor mij. Maar het mooie is dat ik dat niet toesta. Ik heb altijd net genoeg zetten om dat te vinden. Bijvoorbeeld nu naar F3, dan sla ik dus op E6. En oké, nu dreigt hij weer F3. Goed, en dat verhinder ik nu de dame G4 te spelen. Ik sta hier gewoon hartstikke goed en hij had misschien wat iets beter kunnen spelen, maar toren F5, psychologisch zet even de dame vinden. Toren C3, wat mooie velden pakken, toren H3 misschien een idee. Gebruik maken van de zwakke koningsstelling.
Nou goed, hij speelt toren A8, logisch. En nu deed ik toren FC1. Eigenlijk heel flauw met trucjes spelen. Ik krijg hier wat? Paard B7? Mm-hmm. Of paard van C6. Het idee is dat ik G6 dan aanval. En tegelijkertijd de dame. En de enige set waarmee hij G6 zou kunnen dekken dan, is dame F7. Dame hierheen. Maar omdat deze verdubbeld is, heb ik daarna toren C7. Dus dat is een trucje waar ik eigenlijk op speelde. En hij probeert dat te verhinderen met dame F7. Het verhindert paard van C6. Dat wel, maar het verhindert niet. Ja, dat denk je. Paard van deze kant. Dus dame op B7, toren op C6 met dubbele haven. Met drie vinger. Ik deed hier H3. Hij kan nog steeds niet slaan op B7 in de toren massa 6. Ja, toen deed ik toren H4. En daar heb ik wel een mooie finish. Massa 6. Dat is een mooie finish. Daar geef je materiaal mee. Dan krijg je gewoon uitspraak toch? Normaal C6. Dame op G4. Wat wil je nou? Dame op C7. En stel ik ga weg. Ja, maar sorry. Ja. Of ik ga hier eigenlijk anders gaan. Dan geef je materiaal terug. Ja, oké, dat is wel. Ja, maar dit is eigenlijk gewoon een beetje tactiek. En A6, inderdaad, dat is de set. Hier gaf hij op. Het idee is dat na dame F6, heb je dame D7. En als zwart slaat op G4, sla je F7 en heb je dubbele aanval. De toren staat er aangevallen en de toren daar. Ja. Ook een mooie finish op zich. Hier gaf hij heel galant op. Hij pakte mijn hand en hij zei thank you. Ja, mooi. Aanval op B6. Ja, serieus.